We oefenen hulpzinnen en stopwoorden. Ik begrijp iets niet. Geen paniek. Niet blokkeren. Vraag hulp. Help! Of je hebt een beetje extra tijd nodig om te denken. Stopwoorden. Goed. Hoi, mij wel een notje olen? Oei, dialect. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik versta het niet. Ik versta het niet. Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Ik versta het niet. Dat is 3 keer hetzelfde. Mijn dochter gaat op kot. Op kot? Dat woord ken ik niet. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nu jij. Wat betekent dat? Ah, ik heb graag water. Wat bedoel je? Ah, ik zwem graag. Niet drinken, zwemmen. Ah, oké. Wat bedoel je? Wat bedoel je? Nu jij. Wat bedoel je? Dat kan jij altijd gebruiken als je iets niet goed hebt gehoord of niet goed begrijpt. Altijd goed. Wablief? Wablief? Wat zeg je? Wat zeg je? Oei, oei, oei. Veel informatie. Ik ben al veel vergeten. Kan je dat herhalen? Kan je dat herhalen? Kan je een beetje trager spreken? Kan je een beetje trager spreken? Ja, ik wil wel een beetje trager spreken. Oh la la, ik hoor jou niet. Kan je een beetje luider spreken? Kan je een beetje luider spreken? Dat vraag jij aan een andere persoon. Jij luistert. Hier spreek jij. Maar de andere persoon begrijpt jou niet goed. Jij ziet dat aan de lichaamstaal. Huh? Huh? Aha, controle. Begrijp je? Begrijp je? Snap je? Snap je? Versta je het? Versta je het? Begrijp je? Snap je? Versta je het?
Dat is 3 keer hetzelfde. Hier zie je t. Dat is kort voor het. Versta je het? Maar als wij vlot spreken, dan zeggen wij niet versta je het? Nee, versta je het? Oei, mensen begrijpen mij niet goed. Ze begrijpen mij verkeerd. Ah, jij hebt graag water. Ik geef jou een glas water. Nee, ik bedoel, ik zwem graag. Ik drink niet graag water, maar ik zwem graag in water. Ah, oké. Nee, ik bedoel. Nee, ik bedoel. Oh, ik drink graag chai. Allee, hoe zeg je dat in het Nederlands? Thee. Ja, thee. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik eet veel groenten. Groenten? Wat is dat? Bijvoorbeeld sla, tomaten, wortelen, bonen, komkommers. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Oei, wat is het nummer van mijn huisarts? Wacht even. Ik moet eerst nog eens kijken in mijn gsm, bij mijn contacten. Ik weet het niet uit het hoofd. Ik heb een beetje extra tijd nodig om te denken of te zoeken. Wacht even. Wacht even. Een momentje. Een momentje. Een minuutje. Een minuutje. Wacht even. Een momentje. Een minuutje. 3 keer hetzelfde. En wat moet ik nu nog doen? Ik denk. Dat kan je ook zeker in jouw taal. Dag!